It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video. Yo, mijn kanaal is Chesto en we spelen vandaag op de map Atlas Gore. Ik wou zeggen Pipeline, maar het is een remake van Pipeline. En we gaan echt van kijken wat we kunnen gaan doen, want ik vind het echt zo een ziek chille map, jongens. Dus dat heb ik al gespeeld sinds de Season Pass uitkwam op dit spel. En ik heb natuurlijk ook gewoon op elke Call of Duty heb ik de Season Pass. Dus we gaan kijken wat we kunnen gaan doen. We gaan natuurlijk gewoon met de HBR A3 spelen. En even deze mensen muten. Oké, let's go. Mijn sensitie staat een beetje hoog. Het is ook weer te laag. Ja, laten we hem gewoon op 6 staan. Huppakee. Oké, let's do this. Als je deze video natuurlijk leuk vindt, laat dan even je blauwe duimpje omhoog achter. Help mij nog, ik ben alweer dood, maar hoe? Ik weet niet eens of ik dood ben gegaan. Zo, lek. Zo, maar één. Wauw. Oh, dit zijn campers, jongens. Oké, dan moeten we even rekening houden dat we tegen campers spelen. Ah, assist, kut. Ik weet even niet waar ze zitten. Oh, hier dus. Wauw. Wat heeft hij voor fucking exo aan? Teammate, tieren op. Waar de fuck zitten de enemies? Daar, wauw, dit zijn echt harde campers, jongen. Wat heeft hij voor exo? Fuck off, jongen. Kut camper. Gaat hem eens een keer rondrennen of zo? Ik ga fucking slecht. Ik sta 3-5. Ik ga fucking 3-5. Dat gaat lekker zo. Ik weet ook echt totaal niet waar ze zitten. Ze zijn gewoon punt 1 wel ziek harde campers. Maar... dat is het enige wat ik ook van ze weet. Ik zal me even te concentreren daar zo. Oh, wauw. Kijk deze man dan. Ach, 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 ach. Er zit eentje weer hier te campen. Let op hoor. Fuck off. Dan maar even een vijf in je kont. Oh. En daar zit er eentje. Snijpen. Gezellig met een links, jongen. Hey. Lekker teammate. Lekker. Sidepotje is dit, jongens. Echt een fucking sidepotje. Ik kan er niks aan doen. Ik kan het ook niet leuker maken als ze zo zitten te campen. Ik probeer ze natuurlijk gewoon normaal te killen. En ik ga nou ook gewoon een beetje campen hier zo. Oh, headshot bitch, faceplan alles. Ik schrok gewoon, jongen. Holy fuck. Oh, mijn stem slaat over de hele tijd. Zo, what the fuck. Deze man, hè. Die speelt met een steel bite. Moet nog 4 keer raken voordat hij me een keer dood hebt. Maar dan ben je wel echt goed, man. Jammer. Volgende keer beter. Ja.
Oké. Okay. Jongens, dit hebben jullie niet gezien, oké? Okay? Deze dead telt niet mee. Ja. Ga alsjeblieft rondrennen. Please. Ik sta fijn. Ik sta positief. Yeah, bitches. Bitch, no. Kut, dat red ik niet. Oké, jongens, let op. Wat gebeurt er? Woe. Oké, hij zit hier niet meer. Oké. Okay. Ja, fucked. Oh my god, gozer, what the fuck is er mis met jou? Die gozer, die heet een Steelbite. Als je daar goed mee raakt, heb je gewoon in één burst. Dan heb je fucking dood. Nee, wat doet hij? Kijk, 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 daar is hij weer, daar is hij weer, daar is hij weer. Ah, kijk hè. Kijk hoe scheef deze is, let op. 1, 2, 3, 4, 7, 9 beurs, hè? 9 beurs. 9 keer 3 is. Ik ben niet goed in tafels. Maar 27 of zo? Ik weet niet. Reken is niet mijn sterkste vak. Ja, 27 is het. Enemy UAV above. Ja, dan hebben ze weer UAV. Het is wel gelijk. Oh, ik had die kill nog, sorry teammate, echt. Deze kill had mijn teammate gewoon moeten hebben. Let's go. Let's go. Tribal doctor, get 5 headshots and medals in 1 match. Kijk, ja, daar is die steel bij weer, daar is die steel bij weer. Nu niet meer, nu is hij weg. Wist dat er eentje hier zat. Alleen niet waar. Ja, blijkbaar daar dus. Oké, okay, die gaan we even oppikken. Hier is hij. Oh, hij had me ook nog bijna. Had een hitmark. Nou, fuck off. Oh, die A4. Oké, okay, we gaan dit wel winnen. Als het zo blijft. Dan gaan we dit hard winnen. Kiekeboe. Ik weet niet hoe mensen aan deze exen komen. Die wil ik ook, man. Enemy care package incoming. Ah, assist. Ik wil gewoon, laat maar zeggen. Dat komt ook in Black Ops 3 weer terug. In Black Ops 3 komt terug assist counter skill. Dus hoe lang zijn we al bezig met opnemen? Bijna 9 minuten voor een team damage spotje. Holy fuck, jongens. Het is toch niet zo leuk als ik dacht. Deze map. Ik sta er binnen. Maar in Black Ops 3 dus komt dus weer terug. Assist counter skill. Jammer, joh. Daar ben ik heel blij mee. Want als jij dan een enemy meer dan 75% raakt. En je teammate nakt dan jouw kill. Hoef je geen zorgen te maken dat je maar één miserig assistje krijgt eigenlijk. Want je krijgt gewoon een assist counter skill. Dus dat kan dan weer mee tellen voor je D-Nable, of hoe het ook gaat heten in deze game. Rek, bitch! Je kan hier ook om in de ground. Ja, hier, let op hè. Hoppakee, kan je helemaal omlopen, kan je hierheen, kan ook daarheen. Ik ga even hierheen, want dan kan je bij die enemy spawn uitkomen. Kijk, dan kan je zo pluk. Ja,
Deze map was ook eigenlijk gewoon gemaakt om te campen. Even zo'n dolle. Het potje duurt nog 30 seconden en dan is het afgelopen. Dus hebben we gewoon niet eens die kill limiet hebben we niet eens gehaald. Zo, jij bent ook wel even goed. Ik heb nog wel even mijn system hack. Ik kan hem gewoon in, weet je wel, maar niet. Ik heb ook nog bijna mijn Warbird. Ah, mijn warm kan ik niet halen. Jongens, ik ga ons de auto doen. Mocht je genoten hebben van dit potje, laat alsjeblieft je blauw duimpje omhoog achter. Wat is mijn eindscore? 36-15, wel chill geëindigd. Kut begin, maar het komt wel goed, jongens. Dus mocht je genoten hebben, laat je blauw duimpje omhoog achter. En zoals ik altijd zeg, jongens. Ja, dank voor het kijken. En ik hoop jullie ook te gaan zien bij de volgende video. Dus jongens, zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer en later.